Hi, leuk dat je kijkt naar de nieuwe video op mijn kanaal. Ik zal gelijk even met de deur in huis vallen. Deze video draait er absoluut niet om, maar mocht je je afvragen wat heb je op je gezicht zitten? Ik heb een klein ingreepje gehad, ze hebben iets weggesneden en daar moest eventjes een klein drukverbandje overheen. Dus dat zit nu op mijn gezicht en dat moet even blijven zitten. Dus dat is er aan de hand, niks ernstigs of wat dan ook. In deze video wil ik met jullie een nieuwe oogschaduwpalet uittesten uit een limited editie van Catrice, namelijk het Dare Universe oogschaduwpaletten. In deze video zal ik wat meer informatie geven over deze limited editie en uiteraard gaan we een ooglook maken met het oogschaduwpaletten. Dus mocht je benieuwd zijn of het de moeite waard is om voor deze collectie naar de winkel te gaan, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, wat zegt Catrice over deze collectie? Al onze dromen die zouden op het punt staan om uit te komen dit nieuwe jaar. Met als reden de nieuwe limited editie The Universe. En deze verzekert ons van ware woonmomenten. Het middelpunt van de collectie is het oogschaduwpalet. Dat is ook het enige wat ik ervan heb gekocht. Met prachtige tinten. Unieke looks gegarandeerd. En ze hebben verder in deze collectie press-on nagels. Die kun je dus gewoon opplakken met een soort van plaklaagje zit erop, die kun je erin plakken. Dat is tegenwoordig nieuw. En ze hebben dus vier soorten wimpers. Maar dat zijn allemaal producten die ik zelf niet gebruik. Dus ik heb alleen het oogschaduwpaletten. Het paletten is gemaakt van karton. Heeft de naam Cedo 1 Make My Wish Come True gekregen. Ik vind het heel mooi paletten. Ook gewoon om te zien. Hij is niet heel groot. Er zit in totaal, even kijken of ik dat kan terugvinden, 10,2 gram in een oogschaduw. Nou, ik zal de prijs even wat die kost in beeld neerzetten. En Catrice zegt zelf over dit oogschaduwpaletten dat je galactische blikvangers gegarandeerd hebt met het oogschaduwpaletten. Er zitten 12 kleuren in die perfect op elkaar afgestemde tinten hebben. En ze hebben verschillende finishes, van mat tot glinsterend. En zo kun je dus compleet verschillende looks creëren. En de highlight vindt Catrice zelf is de verpakking. Omdat ze een heel cool heelal design heeft gekregen. En hij zou de perfecte partner zijn voor elke gelegenheid. Nou, allereerst, als je het paletten openmaakt, heb je een spiegel erin zitten. Vind ik zelf altijd heel fijn. Dan zijn dit inderdaad de kleurtjes die erin zitten. Ze zijn heel mooi op elkaar afgestemd. Ik zal er eventjes een paar swatchen. Er zitten dus matte kleuren in en glinsterkleuren, zoals ik al zei. En dit is dan de pigmentatie. Hier heb ik een lichte glitter. Die valt een klein beetje weg, maar het zijn wel hele mooie tinten. Ik ga eventjes een haarbandje indoen en eventjes wat inzoomen op de ogen. En dan gaan we gewoon eens even kijken wat voor look we met het paletten kunnen maken. Zo, tijd om aan de look te beginnen. Ik heb mijn ogen al geprimed met een oogschaduwbasis. En om te beginnen, als basiskleur wil ik beginnen met dit lichtroze kleurtje hier op de hoek. Dus die ga ik voor allereerst aanbrengen. Ik vind het heel fijn dat Catrice ervoor heeft gezorgd dat er dus ook een spiegel in het paletten zit. Want soms heb je paletten die hebben dat niet en ik mis dat toch altijd. Ik weet niet wat dat is. Ik vind het toch altijd een misser. Deze is gewoon mooi als basiskleurtje, vind ik. Ik zal hier ook nog een blogpost over gaan schrijven en daarin zal ik dan nog een andere look ook maken. Maar ik denk dat de video eerder online komt dan de blogpost. Maar mocht je het wel leuk vinden om te kijken wat je nog meer ermee zou kunnen, al vind ik dat altijd heel persoonlijk, want wat ik mooi vind hoeft iemand anders totaal niet mooi te vinden, zou je dus eventjes ook op mijn blog nog kunnen kijken. Ik vind dat die best wel mooi eruit ziet al meteen. Dat is heel fijn. Dan wil ik als overloop dit kleurtje gaan gebruiken. Deze. Ik heb gewoon besloten dat ik een beetje een rozige look hiermee wil gaan maken. Dus die ga ik gewoon hier overheen aanbrengen. Maar dan eigenlijk een beetje in het gedeelte waar mijn oog zeg maar, ja, waar je hem normaal fijn knijpt. Deze overheerst wel een beetje, maar vind ik zelf niet heel erg. Ik doe gewoon niet zo heel veel.
Hebben jullie deze collectie al gespot en was je er gelijk nieuwsgierig naar? Ja, net wat ik zeg, voor mij was eigenlijk alleen het oogschaduwpalet interessant. Andere producten gebruik ik niet, dus heb ik ook gewoon niet gekocht. Ik ga dit trouwens ook nu eventjes met elkaar blenden. Dus ja, voor mij was nu alleen het oogschaduwpalet interessant. Maar ja, misschien is voor jou de andere product, zijn voor jou de andere producten ook wel interessant. Dat, ja, dat weet je gewoon nooit natuurlijk. Hè. Dat is altijd gewoon zo persoonlijk voor iedereen. Ik vind de overloop zo wel mooi. Ik heb het even goed met elkaar geblend. Zo, ik vind hem eigenlijk wel heel erg mooi. Maar nogmaals, looks zijn altijd zo persoonlijk. Nou wil ik met dit donkere kleurtje, dus deze, ga ik in de Outer V. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit gaat bevallen. En dit ga ik er een beetje opstempelen. Deze heeft wel wat opbouw nodig, zie ik. Want ik zie hem wel tot zijn recht komen. Maar ik heb nog niet meteen zoiets van, het geeft het wauwgevoel wat ik wil hebben. Maar dat geeft niet, dan doen we gewoon ietsjes meer. Er komen momenteel best wel veel collecties uit. Zo hebben ze ook alweer een nieuwe collectie aangekondigd. Die heb ik inmiddels zelf al gekocht. Omdat het voor mij makkelijker is. Ik had tegenwoordig mijn collecties ook online. Omdat ik dan gewoon eventjes iets meer de speling heb om er video's over te maken. Omdat ik merk dat de winkels vaak ook nog wel wat later zijn met dit soort producten. En zoals nu heeft bij Boosh Shop was hij dus al te koop. Dus ik dacht, nou dan doe ik het alvast. En dat heb ik met deze ook gedaan. Zo, ik heb hem erop zitten, maar ik heb het idee dat hij aan de rechterkant nog niet zo fel is als aan de linkerkant. Dat is wel raar. Ik heb soms ook één oog wat niet meewerkt. Is dat herkenbaar? Bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld één oog lukt dan heel goed en het andere oog die, ja, die wil niet helemaal. Ik ga dit even heel rustig met elkaar blenden, want ik weet niet of het heel erg gaat wegvagen. Het is gewoon meer even dat de harde lijntjes er dan uit zijn. Ik doe echt niet zoveel hoor, want ja, net wat ik zeg, ik weet gewoon anders niet wat er gebeurt. Ik vind hem wel prima zo. Ga ik op het bewegende ooglid dit kleurtje aanbrengen. Deze. Hebben jullie favoriete kleuren waar jullie mee werken? Ik merk bijvoorbeeld, vroeger was ik iemand, maar daar praten we echt wel over heel lang geleden, gebruikte ik alleen maar, wauw, deze is echt heel mooi, nude tinten. Toen ik nog op school zat, was het echt alleen maar nude tinten. En dan kreeg ik ook wel te horen van vriendinnen van, ja, je maakt je altijd heel mooi op, want je doet het heel neutraal. En eigenlijk later durfde ik pas te gaan experimenteren met kleuren. Wauw, hij is heel erg mooi. Ik ben wel benieuwd hoe dat voor jullie is. Of jullie bijvoorbeeld met gewaagdere looks durven te experimenteren. Ik hoor bijvoorbeeld de laatste tijd ook best wel vaak van mensen van, ah, dat heb je mooi opgemaakt. Ik heb zelfs als in de winkel een compliment gekregen. Dat is altijd wel leuk als je dan in de supermarkt bent en iemand zegt, oh, wat ziet dat er mooi uit of zo. Dat vind ik altijd wel heel gezellig. Er zit niet echt een highlight kleurtje in, maar ik wil toch met dit kleurtje de binnenkant van de ooghoeken en eventjes het wenkbrauwbol doen. Maar net wat ik zeg, als je het niet echt een specifiek highlight kleurtje in. Dat is wel jammer. Ah, deze ligt het op zich wel iets op, maar het is niet too much, zeg maar. Maar dat komt natuurlijk omdat er een roze ondertoontje in zit, maar dat is in dit geval helemaal niet zo heel erg. Oh, de binnenste ooghoek pakt hij dan heel goed. Het wenkbrauwbot heeft hier dan wat moeite mee, maar de binnenste ooghoek gaat dan top. Nou,
vind hem wel heel leuk geworden. Ik weet niet. Dat wat ik zeg, ik weet niet hoe jullie het vinden, maar is altijd zo persoonlijk. Dan is die af, dan ziet hij er zo uit. Ik ga hem eventjes afmaken met een oogpotloodje, een eyeliner en een mascara. En dan gaan we even kijken hoe het er dan uitziet. Maar ik vind het voor nu al heel leuk. Zo ziet de look eruit als die helemaal klaar is. Ik heb niet al te veel mascara ook gebruikt. Ik vind hem zelf heel leuk. Het zou natuurlijk leuk zijn om hem dan af te maken met de wimpers die in de collectie zitten. Maar ik vind het zo prima. Ik ben eigenlijk niet echt een gebruiker van nepwimpers. Dus ik vind hem heel erg leuk. Zo, nou wat vind ik van het oogschaduwpalet? Ik vind hem leuk. Ik vind de vormgeving mooi. Ik vind de kleuren in het palet mooi. Ik vind dat je er een leuke look mee kunt creëren. Ja, leuk dat de kleuren goed bij elkaar passen. Verschillende finishes zoals mat en glinsterend vind ik zelf altijd heel mooi. Ik vind het zelf een hele mooie look geworden. Maar nogmaals, smaken verschillen. Dus misschien denk jij, het is mijn stijl niet. Maar je kunt er wel leuke looks mee maken. Maar het moeten net de kleuren zijn die bij je passen. Ik ben in ieder geval benieuwd of jij misschien al wat hebt gekocht van deze collectie. Of dat je het van plan bent. De collectie ligt al in de winkel. Er staat helaas niet bij tot wanneer die in de winkel ligt. Maar voor deze collectie geldt dus altijd op is op. Omdat het een limited collectie is. Ik ga in ieder geval zeker het paletten vaker gebruiken. Want ik ben er echt enthousiast over. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geplaatst. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!